Giveaway Cash. Waar komt de kerstboom vandaan? En kerstwensen. Goedenavond, Merry Christmas en welkom bij 10 Minuten Jeugdjournaal. Een versierde boom, lekker eten en soms cadeautjes. Maar vooral gezellig samen zijn met familie en vrienden. Kerstmis is een belangrijk feest dat jaarlijks wereldwijd wordt gevierd op 25 december. Maar hoe is kerst eigenlijk ontstaan? En wat vieren we nu eigenlijk met kerst? Volgens traditie wordt kerstmis gevierd op 25 en 26 december. Er wordt vaak gedacht dat kerstmis is ontstaan door de geboorte van Jezus. Op kerstavond wordt dit ook gevierd binnen de kerkgemeenschap. Maar dit is een gedeelte van de waarheid, want volgens de Bijbel is hij geboren in de 10e maand. In de realiteit weet niemand zeker wanneer Jezus geboren werd en was dit waarschijnlijk niet op 25 december. Het duurde tot de 4e eeuw voor de geboorte van Jezus een officiële feestdag werd. 25 december werd gekozen omdat de niet-gelovigen rond deze periode het 12 dagen durende Yulefeest vierden. Een Scandinavisch Wintersonnewendefeest. Dit feest vieren ze op 21 december ter ere van de god Saturnus. 25 december was dan weer de verjaardag van de Griekse god Mithras. Tijdens het Yulefeest haalden de heiden groene twijgjes in huis en lieten ze lichten branden met als bedoeling boze geesten af te weren. Dit is dan ook de oorspronkelijke herkomst van de hedendaagse kerstboom. Kiezen om de geboorte van Jezus tijdens het Yulefeest te vieren, zou ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen deze feestdag overnamen. Het christendom begon daarna het heidendom te vervangen, waardoor kerstmis zich over heel de wereld verspreidde. Christenen vierden het kerstfeest als religieus feest, terwijl ook veel niet-christenen kerstmis vieren. De kerstgedachte is tegenwoordig belangrijker dan de achterliggende geschiedenis en wordt anders geïnterpreteerd door verschillende mensen. Hierdoor is er geen duidelijke antwoord op wat de betekenis van kerst is. Kerstmis betekent verschillende dingen voor verschillende mensen. Kerstmis gaat onder andere over familie, vrienden, liefde, geven, barmhartigheid en zelfs lekker eten. Voor veel mensen gaat kerstmis ook over de geboorte van Jezus, ondanks de geschiedenis dit tegenspreekt. Voor bedrijven gaat kerstmis dan vaak weer over geld. Een trend die we ook zien is dat kerstmis steeds commerciëler wordt. Wat de betekenis ook is, kerstmis is het ideale feest om mensen te vrolijken. Lichtjes, kerstballen en vaak worden cadeautjes eronder geplaatst. Elk jaar wordt de kerstboom door veel mensen opgezet om de sfeer rond kerst in huis te verhogen. Maar waar komt de traditie van de kerstboom en behangen van lichtjes eigenlijk vandaan? De kerstboom is uit Germaanse tradities ontstaan. In de 16e eeuw werden er al bomen versierd voor de viering van winterfeesten. Al was dat destijds vanuit de kerk gezien als een heidensymbool. Voor hen stond de boom voor vruchtbaarheid en vernieuwing en later werd de boom als symbool verklaard voor de geboorte van Jezus. Zo ontstond de koppeling met kerst. Later begonnen rijke Duitsers bomen in hun huis te plaatsen. Dit werd snel overgenomen door Britse adel en tijdens de 19e eeuw verspreidde het gebruik van de kerstboom zich over de rest van Europa. Diverse winkelketens begonnen in de late 19e eeuw met het verkopen van kunstmatige kerstbomen. Deze kunstmatige kerstbomen begonnen uit 25 losse takjes die opgetuigd werden met roodkleurige bessen. Pas in de jaren 1920 werden deze kunstmatige bomen echt populair. Hergebruik van nepbomen was voordeliger dan elk jaar een nieuwe boom te kopen. Ook in Suriname worden er kerstbomen opgezet. In het bijzonder de grootste kerstboom die ieder jaar op het onafhankelijkheidsplein komt te staan. De mooie kerstversieringen eromheen brengen het kerstgevoel tot leven. Dit is uitgegroeid tot een Surinaamse traditie. Tijdens de kerstperiode wensen veel mensen elkaar iets moois toe. Wij hebben een aantal kerstwensen voor jullie opgenomen. It's your favorite village boy, Mr. Ghana Baby. Oh, should I say what, Maya? Mijn naam is Jeremiah Pina. Goeiedag iedereen, ik ben Farina Bakboord. Merry Christmas, everybody. Merry Christmas. Fijne feestdagen. Fijne kerst. Yeah, be happy, spend time with your loved ones and enjoy yourself. Ik hoop dat wij met deze kerst inderdaad
de wensen die wij hebben, niet alleen voor onszelf, voor onze familie, maar ook voor het hele land, dat die wensen mogen uitkomen. Dat wij beter gaan samenwerken met elkaar. Dat we zorgen voor een schoon Suriname. Onze afval meenemen naar huis. En zorgen ervoor dat we het met elkaar doen. We gaan het alleen maar redden als we het samen doen. Ik wil jullie een fijne kerst toewensen. Kijkers van YouTube-journaal, Merry Christmas en een Happy New Year namens Rasonic Media Group. We see you my sweetie Christmas. Ik hoop dat jullie mama of jullie oma een lekker potje voor jullie heeft klaargekookt. En dat jullie gezamenlijk met de familie daarvan zullen genieten. En het nog heel lang zullen koesteren, de tijd samen met elkaar. Ik vind het leuk dat ik met mijn familie mag zijn. En als er grapjes zijn, dan kan ik ook een beetje lachen. En ik hoop dat met de wijsheid van jongeren, want jongeren hebben echt een bepaalde wijsheid, dat we met die wijsheid meer een eenheid worden, het blijven overdragen en vooral ook het Surinaams gevoel overdragen aan onze jongeren. En als we naar elkaar luisteren, dan worden we echt wel hele gezonde en sterke gezinnen. I love and appreciate each and every one of you. Thank you so much for the love and support. Like, I feel so important in this country, even though I'm not. It's because of how much you guys love me. And I cannot just leave this country without wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year in advance. But next year, trust me, I'll be in this country on 31st to celebrate that beautiful day with you all. Dat was het voor vanavond. Ik hoop dat jullie hebben genoten van jullie eerste kerst. Want sweet Christmas. Slapen jullie lekker en tot de volgende keer. Doei doei.